één gemeente Altena. Wat gaat het ons brengen, denkt u? Ja, ik hoop een heel veel harmonie. Dat er niet heel veel gesteggel zal zijn. Dus dat hoop ik. Ja, het wordt een grote gemeente, meer weet ik niet. Dus, Als het werkelijk een fusie is die voordelen geeft, dan hoop ik dat. Nou, het zal niet veel veranderen, denk ik. Alleen als je in de gemeente gaat, moet je wat verder. Ja. Dan moeten we naar Almenkerk. En dat is een beetje lastig misschien. Ja. Voor ons leeftijd dan wordt het soms wat moeilijker. Daar stopt het en daar gaat het weer niet verder. Dan denk ik van, ja, leg dat fietspad verder voor de kinderen. Wat gaat de gemeente Altena ons brengen, denkt u? Nou, ik denk voor het dorp Dussen niet zoveel. Nee, want wij hangen er altijd maar aan. Ja, in de zorg zal ik graag wel wat verbetering zien. En er zijn wel meer instanties waar ik toch wel wat verbetering in verwacht. Dat er in alle gemeentes evenveel gestrooid gaat worden in de winter. Wat gaat de gemeente Altena ons brengen, denkt u? Ik hoop wat meer expertise. Ja, ik hoop inderdaad dat het allemaal wat makkelijker wordt. Daadkracht. Nou, ik denk dat het wel goed gaat, denk ik. Ik ben daar wel positief. En ik verwacht helaas wel wat meer bureaucratie, maar daar ontkom je niet aan. Ik vind het jammer dat het één gemeente wordt nu. Maar ja, niks over te zeggen. Het zal me eigenlijk een worst wezen. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is altijd tijd leren wat er van terecht komt. Voor mij hoeft het niet, maar ja, oké. Okay. Ik vind het wel jammer, we komen zelf uit werk en dan dat het gemeentehuis ook weer weggaat. Lastiger voor de oudere mensen ook, die moeten dan ook weer naar Almenkerk toe. Als die markt maar omhoog gaat hier, want het gaat alleen maar achteruit en dat is niet de bedoeling. Ja, meer bestellingen. Ja, meer bestellingen. Nou, ik hoop toch een beetje de christelijke richting, dat in ieder geval toch een beetje blijft. Als de christelijke partijen de overhand hebben, zoals het vaak is, dan denk ik niet dat er veel perspectief in de toekomst zit. Als ik zo de geschiedenis bekijk, dan gaat het toch niet werken. Ik laat het over me heen komen. Ik heb geen flauw idee. De gemeente is nou goed, dus wat het nou gaat veranderen, zou het ook wel goed worden. Ik ben heel betrokken bij de gemeente, zoals je hoort.